Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb al een tijdje niks geplaatst en ik was bezig met het maken van een nieuwe flow. En ik dacht, misschien is het wel leuk om deze weer een keertje met jullie te delen. We gaan het vandaag hebben over gordijnen. En ik heb een deel van de flows gemaakt in Home Assistant en een deel gemaakt in Homey. En dat heeft de simpele reden dat ik heb Switchbot gordijnmotoren. En die zijn wel te koppelen aan Home Assistant, maar dat werkt alleen via Bluetooth. En ik heb nog geen goede Bluetooth dongle. Dus heb ik ze gewoon aan Homey gekoppeld gelaten. En maak ik nu gebruik van webhooks om vanaf Home Assistant Homey te bedienen. Zodat Homey weer Switchbot kan bedienen. Nou, laten we eens gaan kijken naar de flows. En laten we dan beginnen in Home Assistant. Hier zien we de Home Assistant flow, of de Notepad flow. En hij werkt eigenlijk voor een groot gedeelte hetzelfde als de Homey Advanced flows. In Notepad heette dit Notes. In Homey Advanced flow heette dit gewoon kaarten. We zien hier een kaart die bepaalt of de zon op is of de zon onder is. En aan de hand daarvan schakel ik de gordijnen en de balkonverlichting. Nou, vandaag hebben we het over gordijnen, dus daar gaan we even naar kijken. Is de zon op, dan sluit die, of opent die de rolgordijnen. Dat zijn is een Cubino module, een Z-Wave module. En die bestuurt mijn rolgordijnen. Nou, als die open moet, controleert hij de status van de deur. Is de deur dicht, dan stuurt hij een webhook richting Homey. Is de deur open, dan gebeurt er niks. Is de zon onder, dan stuurt hij mijn rolgordijnen dicht. En controleert hij vervolgens de stand van de deur. Mocht de balkondeur open zijn, dan gebeurt er in dit geval niks. Is de balkondeur dicht, dan stuurt hij weer een webhook richting Homey, zodat Homey de andere gordijnen ook kan sluiten. Nou, waarom heb ik dit gedaan? Dit zorgt ervoor dat de gordijnen open blijven als de balkondeur open is. Zo kan ik dus altijd zien dat de balkondeur nog open is en dat ik die niet vergeet dicht te doen, want ze kunnen makkelijk op een balkon klimmen 's nachts en dan kunnen ze zo naar binnen lopen. En dat is nou niet helemaal de bedoeling. Dus ja, daarvoor heb ik deze flow gemaakt. Dus als de balkondeur open is, dan blijven de gordijnen ook open. Maar mocht het nou zijn dat ik halverwege de avond toch de balkondeur dicht doe, dan wil ik dat die gordijnen ook dicht gaan. Nou, daarvoor heb ik deze kaart toegevoegd, balkondeur dicht. Zodra de balkondeur dicht gaat, triggert deze kaart en dan stuurt hij een signaaltje naar de volgende kaart. En controleert hij of de andere gordijnen dicht zijn. Nou, zijn die dicht, dan gaat die flow verder. Zijn ze nog open, dan gebeurt er niks. Nou, als de gordijnen dicht zijn, dan gaat hij weer verder. Controleert hij of de balkondeur dicht is. En is de balkondeur dicht, stuurt hij weer een webhook richting Homey. Oké. Als de webhooks verzonden zijn, komen we in Homey terecht. Dus laten we even in Homey gaan kijken. Ik heb hier een Homey Advanced Flow gemaakt. En je ziet hier in het begin de webhookkaart, de logica-kaart, de webhook is ontvangen. En in dit geval de webhook gordijn. Nou, als die ontvangen is, gaat hij kijken naar de tag die meegezonden wordt. En als de tag precies dicht is, dan gaat hij naar de bovenkant van de kaart. Is de tag niet precies dicht, dan zal hij naar de onderkant van de kaart gaan. Nou. Mochten de gordijnen dicht moeten, dan is de tag dicht. En gaat hij naar de bovenkant van de kaart. Hier gaat hij vervolgens weer controleren of de deur, balkondeur open of dicht is. In dit geval controleert hij of het contactalarm aan is, dus of de deur open is. Is de deur open, dan gaat hij naar de bovenkant van de flow. Is het contactalarm uit, dan gaat hij naar de onderkant van de flow.
En dan zal hij de gordijnen dicht doen. Wordt die webhoek nou ontvangen en is de tag niet precies dicht, dan gaat hij naar de onderkant van deze kaart. En hier gaat hij weer controleren of de tag open is. Is de tag open, dan gaat hij naar de bovenkant van de kaart. Is de tag niet open, dan gaat hij naar de onderkant van de kaart en dan gebeurt er niks. Ja, is de tag open, dan gaat hij naar de bovenkant van de kaart en dan zal hij de gordijnen gewoon netjes openen. Mocht je nou niet weten hoe je webhooks kan gebruiken en hoe dat werkt, kijk dan eventjes op homiecornelissen.nl. Daar heb ik een hele uitleg gemaakt over hoe je webhooks kan gebruiken. Dus dan kan je dat even checken. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een blauw duimpje omhoog. Heb je nog vragen? Laat even een reactie hieronder achter. Vergeet ook niet het belletje te klikken. Dan krijg je elke keer een notificatie als ik een nieuwe video plaats. En ja, als je toch bezig bent, abonneer je dan meteen. En ja, dan zie ik jullie graag weer de volgende keer. Doei doei!